Ik geef een kernachtige samenvatting van dit boek, die mij enorm raakt en de volgende 10 jaar van mijn leven zal bepalen. The Nordic Secret van Anderson en Björkman. Zij hebben een historische studie gemaakt hoe het komt dat de Scandinavische landen erin geslaagd zijn om de historische transitie van een feodaal tijdperk naar een democratisch industrieel tijdperk zo vlot te maken in de 18e en de 19e eeuw. En de secret is dat de overheid, de politiek, heeft geïnvesteerd in volkshogescholen en retraitecentra, waarin dat boeren en arbeiders werden opgevoed, opgeleid om burger te worden van een land en om mee te denken in het vormgeven van hoe de samenleving eruit ziet. Die investering in educatie heeft enorm opgebracht en heeft gemaakt dat in het begin van de 20e eeuw de Scandinavische landen zo goed scoren op happiness index en op het democratisch gehalte van die samenleving. Iedereen voelt zich erbij. En dat kan niet gezegd worden van de Centraal-Europese landen, waarbij dat je merkt dat heel veel mensen zich niet voelen behoren tot de maatschappij. Het geheim is dat men heeft geïnvesteerd in een soort onderwijs dat gericht was op maatschappelijke participatie. Geen onderwijs dat gericht is om competentieprofielen aan te leren en een functie te vervullen, maar een onderwijs dat gericht is op bildung. En bildung is werken aan de mens die kiest voor het goede, de mens die kan denken, de mens die kan zich verplaatsen in andere perspectieven, de mens die kan onderzoekend bezig zijn. Bildung is gericht naar het goede doen, naar een bijdrage te leveren in groter geheel de maatschappij. En in de huidige historische transitie is dat de planeet Aarde. Dit is een secret, een geheim, die de Scandinavische landen de laatste decennia aan het kwijtspelen zijn, omdat zij door de neoliberalistische politiek hun roots vergeten zijn. Er is terug, en dat is hun advies van Anderson en Björkman, er is in de huidige historische transitie een nieuw soort bildung nodig, zij noemen het bildung 3.0, die burgers helpt om erbij te zijn, iedereen aan boord te krijgen van die huidige transitie naar de planeet Aarde, waarbij dat we samen verantwoordelijk zijn over klimaatopwarming, over de kloof rijk-arm, enzovoort, enzovoort. Het geloof in de kracht van bildung, niet een onderwijssysteem dat binnen de maatschappij de discriminatie nog versterkt, maar een bildung voor iedereen. Dat is de boodschap, de noodzaak van bildung om de transitie waar dat we nu in zitten, historisch, goed te doen. Daar wil ik aan bijdragen.